Fijn dat we er zijn. En fijn dat u als staatssecretaris aandacht wil besteden aan ons rapport op Haring Werkt. Ja, dank. En veel dank dat ik dat rapport nu in ontvangst kan nemen. Het is een heel spannend concept wat jullie bedacht hebben, waar je misschien op het eerste gezicht zou denken, ja, dat kan toch nooit werken? En het is mooi te zien dat jullie nu aantonen dat in een aantal gevallen juist heel goed werkt. En daar ben ik heel blij mee, want dit is echt weer een hele nieuwe manier om juist mensen die het misschien wat moeilijker hebben op de arbeidsmarkt, toch aan het werk te krijgen. Dus dat is een fantastische innovatie volgens mij. Ja, dat is eigenlijk wel inderdaad waar wij zelf ook heel blij mee zijn, dat dat inderdaad ook gelukt is. Hè? Want we hebben natuurlijk het concept meegenomen vanuit Amerika. We hebben daar eerst onderzoek gedaan om te kijken van, kan het op de Nederlandse arbeidsmarkt? En die toetsing, daar kwamen we doorheen. Bleek dat in ieder geval de kernwaarden die het met zich meebrengt, en dat is met name het vertrouwen wat erachter zit, dat dat natuurlijk gewoon mondiaal inzetbaar is. En vervolgens hebben we gekeken van, gaat het dan ook werken in Nederland? En zijn er werkgevers die dit willen omarmen? En zijn er dan ook inderdaad mensen die daar ook op reageren? Dus dat hebben we eigenlijk vanaf het begin zijn we begonnen vanuit die werkgeversperspectief. Met ook het idee van, zij hebben werk, zij bieden werk. Ja. En wat we heel graag willen is de weg naar werk beschikbaar maken en openzetten voor mensen die nu die weg niet weten te vinden. Maar het moet wel duurzaam werk zijn. Dus het moet wel werk zijn waar mensen ook echt in kunnen blijven werken. En het moet gewoon fatsoenlijke banen zijn. En niet een tijdelijk traject. Dus dat is wel de kern van Open Haring. En toen zijn we vorig jaar maart met de eerste werkgever die zich gelukkig bereid voelde en het avontuur met ons heeft aangedurfd, zijn we gestart. En nu blijkt ook uit de onderzoeken dat we en werkgevers weten te motiveren om hier aan mee te doen, maar ook inderdaad mensen bereiken die anders de weg naar werk inderdaad niet weten te vinden in Nederland. Dus daar zijn we zelf ook wel heel erg blij mee dat dat is gelukt. Want het is natuurlijk altijd, het waren pilots, hè? Dus het is altijd maar afwachten of het werkt. Ja, nee, het was ook heel mooi dat ook werkgevers bereid zijn om hier aan mee te doen. Dat vergt toch ook wat moed, zo'n nieuw concept. Ja. En dan is het ook mooi als je kan laten zien dat het ook gewoon werkt. Dus ook vanuit ons ministerie blijven wij hier heel graag bij betrokken. Omdat wij natuurlijk ook volop bezig zijn met hoe krijgen we nou mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt toch aan het werk. We zijn hard bezig om arbeidsmarktdiscriminatie te bestrijden. Nou, al dit soort dingen kun je met het concept heel erg tegengaan. En ja, ondanks dat we in een hele moeilijke tijd zitten nu met corona en economische crisis, denk ik dat het misschien zelfs daar wel weer kansen biedt. Hè? Om mensen misschien in een andere sector aan de slag te helpen die, ja, als je naar hun cv zou kijken, misschien niet eens door de ronde heen zouden komen. Maar op deze manier er af en toe in één keer pareltjes uitkomen. Dus ik hoop echt dat we dit gezamenlijk door kunnen zetten. Ja, nou, daar ben ik wel heel blij mee hoor. Want het is inderdaad, met corona was het even spannend. Want toen dachten we, ja, gaan we werkgevers nou door? Of geven ze aan, we hebben toch echt andere zorgen en we stoppen. En het was eigenlijk een soort stresstest voor het programma. Want werkgevers hebben allemaal aangegeven van, je doet dit niet alleen, dit doe je niet omdat je het even doet, maar we zijn zo, dus we staan hiervoor. En sterker nog, ik kreeg echt van een aantal werkgevers ook met klem de oproep om verder te gaan. Omdat inderdaad nu mensen die het sowieso al lastig hebben om die arbeidsmarkt op te gaan, als ze het vorig jaar al lastig vonden, ja, dan gaan ze het dit jaar nog veel moeilijker krijgen. Dus we hebben ook echt, we willen ook heel graag ermee verder. En het is ook inderdaad, het maakt, maar dat was ook eigenlijk een beetje al vanaf het begin onze insteek. Van het maakt niet uit in welke arbeidsmarkt je zit. Ja. Omdat dit gewoon altijd relevant is. En het VU-rapport, wat er ook onder ligt, dat geeft ook aan. En dat was voor ons wel een verrassing, of tenminste in ieder geval voor mij als programmamanager. Dat er dus mensen in Nederland zijn die van zichzelf al bedacht hebben dat ze niet geschikt zijn voor de arbeidsmarkt. Dus die hebben nu al zelf, die hebben op basis van alle mogelijke toeleiding naar werk, wat er gewoon geregeld wordt, hè, dat is eigenlijk natuurlijk heel veel geregeld in Nederland, is er toch een groep mensen
die zich daar niet toe aangespoord voelt of aangesproken voelt. En die denken, ja, maar dit past mij niet, dat kan ik niet aan. Oftewel, voor mij is er geen plek. Oftewel, ik kom niet door de selectie heen. Dus ik meld mij niet voor sollicitaties. En juist die groep heeft zich nu wel gemeld, omdat ze zeggen, ja, maar ik wil wel werken. Want ik kan ook werken, ik doe het graag. En als ik niet hoef te solliciteren, dan word ik in ieder geval niet afgewezen. En kan ik gewoon laten zien dat ik het kan. Dus dat is een van de verrassingen die het in ieder geval ons gebracht heeft. Ja. Een ander aspect wat ik ook wel heel erg wezenlijk vind, is dat de mensen die zich melden, het is inderdaad ook, die zijn, de waarde van een vast contract is heel erg groot gebleken voor deze mensen. Dat het niet tijdelijk is, maar dat ze als echt volwaardig collega gezien worden, geaccepteerd worden en gelijk mee kunnen draaien. Dat zijn de aspecten die de VU heeft vastgesteld. Het zijn natuurlijk nog kleine getallen hoor, en we zitten gewoon echt nog in de pilotfase. Maar het zijn wel redenen in ieder geval voor Stap van Nezen om te zeggen van we moeten hier gewoon mee verder. We moeten kijken of we het breder kunnen trekken. En daar hebben we inderdaad die support van het ministerie echt, die blijven we heel hard nodig hebben hoor. Want dat is zo innovatief dat het er ook wel mensen het gewoon ook wel spannend vinden. En dan iedere backup die je kunt hebben, die is daar die is heel waardevol. Ja, volgens mij werken we goed samen in perspectief op werk, moeten we dat blijven doen. Er is ook in de Tweede Kamer, weten jullie, veel aandacht voor jullie concept, dus dat helpt ook. En zelf zal ik ook met de resultaten van dit rapport weer naar de sociale partners gaan, om ook hun erop te wijzen van joh, en er is niet één super manier om alles op de arbeidsmarkt op te lossen, maar dit is nou één hele nieuwe manier, waarvan we nu ook kunnen laten zien, natuurlijk nog met een kleine groep, maar dat is logisch in een opstartende fase. Maar dat het absoluut resultaten oplevert. En kijk nou of we dat ook breder in kunnen zetten. Ja. Ja, en het is super ook dat het blijkt dat effecten hebben. Hè? Dat mensen die zichzelf dus eigenlijk een beetje hebben afgeschreven. Ja. Dan op deze manier toch over de streep gehaald worden. Dus dat is prachtig. Ja. Ja, die mensen zijn, die zie je, en je ziet inderdaad die groep die ook heel vaak van in allerlei tijdelijke baantjes rommelt. En nooit de stap naar echt een fatsoenlijke arbeidsovereenkomst kan maken. En dan inderdaad in combinatie dat je die overstap kunt maken tussen verschillende sectoren. Dat is ook gewoon echt van waarde. Dat mensen zelf kunnen denken, ja, maar ik heb wel die competentie en ik heb die skills. Alleen als je dat niet in een strakke cv kunt voegen, ja, dan is het lastig of anderen daar dan een oordeel over moeten gaan vellen. En dan worden die stappen gewoon heel ingewikkeld, terwijl het eigenlijk heel simpel is. Want laat mensen gewoon aan het werk en ga dan kijken van wat zit er tussen het werk en die persoon nog in de weg. En is er dan nog iets op te lossen? Daar zit ook wel de uitdaging dat we op dit moment heel veel dingen hebben geregeld in de toeleiding naar werk. Tussen de overheden, de regionale en landelijke overheid is heel erg bezig met mensen te helpen, de stap naar werk te vinden. En op het moment dat ze dan in dienst zijn, dan ligt het helemaal bij de werkgever. Terwijl we met open haring veel meer de kant op gaan dat we zeggen, nee, die werkgever die is zo stoer om de deuren open te zetten en mensen aan het werk te zetten. Laten we dan ook als maatschappij daarnaast gaan staan om te zorgen dat je ook behoud van werk beter realiseren. En dat mensen dus ook aan het werk kunnen blijven. En dat is wel een oproep die de werkgevers ook doen, die nu aangehaakt zijn. Die zeggen van, het is hartstikke mooi, het is simpel en we doen het heel graag. Maar tegelijkertijd is het ook echt wel heel ingewikkeld om altijd alle antwoorden te vinden op de vragen die er soms liggen. De belemmeringen die mensen hebben. Het is vaak ook gewoon, kan het in privésfeer zijn, hè? Dat ze schulden hebben, of dat ze op een andere manier zich zorgen maken waar we in Nederland echt wel oplossingen voor hebben. Maar dat vinden die weten werkgevers niet altijd zo gemakkelijk te vinden. En daar zit nog wel echt wel een verbeterslag. Waar we in ieder geval de komende jaar weer echt energie in moeten gaan zetten. Van hoe krijgen we het nou zo geregeld dat je de werkgever die dat werk heeft kunt ontzorgen. Zodat hij een bredere groep mensen aan het werk kan krijgen. Daar hebben we de hulp van het ministerie echt heel hard bij nodig. Ja, en wij jullie ervaringen en kennis en vooral van de deelnemers natuurlijk. Want ja, dit is een vraag die ook speelt bij bedrijven die niet via open hiring, maar op een andere manier mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Hoor je dat veel terug?
De grote uitdaging is om het ook duurzaam te laten zijn. En Ja. om ook gewoon tools in. Het zijn natuurlijk, vaak zijn dat mensen waar inderdaad privé nog wat speelt. Dus ja, wat kun je dan eigenlijk doen? En wij zoeken daar breder ook naar van, kun je nou werkgevers gewoon ja, hele praktische dingen in handen geven om die rol te kunnen vervullen. Ja, we zien ook wel, we zien daar ook wel, het kost allemaal tijd hoor, maar dat is helemaal niet erg. Maar we zien in de regio Midden-Brabant, met de aanjager gemeente Tilburg en ook Noord-Holland-Noord, zien we dat daar de regio's heel erg aan het meebewegen zijn en echt aan het zoeken zijn van hoe kunnen we nou die vraagstukken die bij werkgevers liggen, ja, in hoeverre kunnen we daar wat mee? Maar dat vergt ongelooflijk veel flexibiliteit voor die regio's, want die zijn helemaal niet, de processen zijn anders ingericht. Hè? Dus we hebben met elkaar de processen allemaal heel keurig ingericht en verantwoord ingericht. Maar dit vraagt een nieuwe aanpak. Dus die regio's die zie je heel zorgvuldig naar mee, maar ook heel, heel goed aanhaken. En daar zie je ook wel dat het gewoon wel kan. Dus daar zie je ook echt wel dat er heel veel antwoorden zijn er. Met daarbij nog wel weer dat de groep die zich, en er is een groep die zich dus meldt, maar die heeft dus nooit in een uitkeringsomgeving gezeten of situatie. En dat is wel de grootste groep die zich nu meldt. En voor die groep, ja, die zijn helemaal niet in beeld. Ook niet bij de regio, ook niet bij de overheid. En daar is dus eigenlijk ook helemaal niks voor geregeld. Dus op het moment dat dan die werkgever zegt, ja, maar ik heb hier iemand die heeft 10 jaar thuis gezeten, is ontzettend blij dat hij nou weer aan het werk is. Alleen die heeft wel even wat, hè, wat support nodig. Ja, dan is het wel de uitdaging van, en hoe regel je dat dan? Ja, en hoe organiseer je dat dan? Dat zo'n werkgever daar niet de volledige last van hoeft te dragen. En dat, ja, dat vergt wel een nieuwe aanpak ten opzichte van wat er nu is. Ja, kan ik me goed voorstellen. Ja, heel veel is inderdaad natuurlijk in ons land heel goed ingericht. Maar daardoor zit ook wel heel veel in vaste stramine en vaste hokjes. En dan ja, met zo'n innovatief concept helpt dat niet altijd. Maar dat is ook een kwestie van lange adem. En vooral ook laten zien, en dat is mooi gewoon nu ook met die rapporten in handen, dat je ook echt kan onderbouwen dat het werkt. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Ja, voor de toekomst kan ik nog even aangeven wat wij van plan zijn in ieder geval. We hebben nu dus die pilots hebben we dus afgerond. Dus, en omdat de uitkomsten vanuit de rapporten goed zijn en de onderzoeken, hebben we dus gezegd van we gaan verder. Daarbij hebben we een aantal speerpunten waar we ons nog verder op gaan focussen. We willen kijken of we naar wat complexere banen kunnen kijken. Dus we hebben nu gaat het over echt heel bazaal werk. Maar er zijn werkgevers die zeggen, ja, maar ik kan ook wel, ik durf het echt wel aan met iets complexer werk. En dan blijft het uitgangspunt dat de werkzoekende bepaalt of het werk wel of niet geschikt is. En dat zou ook heel mooi zijn voor vanuit verschillende sectoren die overstap te kunnen maken. Hè, nu in coronatijd, dat je, zeker. Dat je zelf als zoekende kunt zeggen, ja, maar volgens mij kan ik dat werk gewoon. En ja. Als die werkgever dan dat vertrouwen aan durft, nou, dan kun je die stap maken. En we gaan ook kijken of stageplekken hiervoor geschikt zijn. Omdat je hebt aan de ene kant heb je een school die precies weet wat een student kan. En je hebt een werkgever die weet wat het werk inhoudt. Dus waarom zou daar dan nog een heel ingewikkeld sollicitatiegesprek tussen moeten? Buiten het feit dat het natuurlijk wel een leertraject is voor studenten. Maar toch zou dat misschien ook kunnen voorkomen dat er discriminatie op de stagemarkt plaatsvindt. Dus dat zijn de. Nou ja, en daarnaast gaan we gewoon kijken. Ja, gaan we gewoon opschalen. Hoe meer werkgevers mee willen doen, hoe beter, denken wij. Ja. Dus dat is, die rol blijft Start van Hees in ieder geval volgend jaar pakken. Om dat te begeleiden en om te kijken van wat is er nodig. Om werkgevers die stap te laten zetten om open hiring in te zetten. En wat is er nodig voor werkzoekenden. Om de weg te vinden naar werkgevers die dit inderdaad doen. Want daar zit nog wel veel veldwerk hoor, want het is nog allemaal heel onbekend en daardoor ook nog wel spannend voor mensen. Ja, zeker. Maar wel hele mooie thema's. Juist ook om nu, want nou ja, daar hadden we straks ook al even over, dat enerzijds is corona voor alles een belemmering natuurlijk. Maar bijvoorbeeld wat jij net zei over ook eens kijken of je het misschien voor wat meer complexe banen zou kunnen doen. Ja. Dat zou enorm kunnen helpen. We zien het nu. Bijvoorbeeld in de technische beroepen zijn enorme tekorten enerzijds overal. Daar heb ik ook gesprekken bijvoorbeeld met mensen uit de evenementenindustrie. Dat zijn hele handige technische mensen over het algemeen.
Ja, die hebben dan misschien niet net het papiertje voor die specifieke baan waar een tekort is. Maar ja, je kunt gewoon op je vingers natellen dat ze dat eigenlijk hartstikke goed zouden kunnen doen. En dan zou zo'n manier die jullie gevonden hebben, denk ik ook enorm kunnen helpen. Om dat, ja, die twee bij elkaar te gaan brengen. Want het is zonde als daar onnodige belemmeringen tussen zitten. Ja. Ja, als werkgevers gewoon heel transparant kunnen aangeven wat voor type werk ze beschikbaar hebben, of gewoon hè, welk werk gedaan moet worden. En zij zijn daar heel transparant in. Dan kan een werkzoekende ook zelf veel beter bedenken van, oh, maar dat, hè, daar ben ik geschikt voor. Terwijl nu ligt het heel erg op de, van dat een werkgever heel erg gaat selecteren, ben jij wel de geschikte kandidaat? Nou, volgens mij genoeg te doen ook nog voor de toekomst. Ja, zeker. Maar met zo'n eerste, die eerste rapport in de hand, dat geeft denk ik ook voldoende basis en energie om door te gaan. Dus en we hopen veel contact met jullie te houden om te kijken wat ze daar weer van kunnen leren, wat in de komende tijd gaat gebeuren. Heel graag, heel graag. Ja. Dank voor de aandacht en dank voor de belangstelling. En nou, wij willen ook heel graag die samenwerking blijven voeden, dus ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Absoluut. Nou, we houden jullie op de hoogte. En veel succes daar. Dank je.